moet ik dan naar mezelf kijken of moet ik in de camera kijken? Wat denk je zelf? Het gaat in de camera toch, maar en dit zie je in, de oog, in je ooghoek en als je, ja. Dan kan ik niet naar mezelf kijken. Oké, loopers hier. Ik zet hem zo neer, gaat het goed zo? Of zo? Ik kan hem toch vasthouden, schat? Nee, dat gaat te veel shocken. Oké. Okay. Nee, want deze stabilisatie op als je. Oh ja. Oké, goedemorgen, goedemorgen, allalaal. Oh nee, wacht even, nog een keer. Allalaal, allalaal, allemaal, allemaal. Ik heb nog geen koffie gehad. Oh mijn god, rewind. Ben ik hier echt mee getrouwd, ik zweer het je. Rewind. Oké, goedemorgen allemaal. Nou ja, jullie waren, zagen dat ik niet helemaal wakker was nog. Maar ik wilde zeggen, goedemorgen allemaal, lieve volgers. Lieve kijkers bedoel ik. Leuk dat jullie weer kijken naar deze vlog. Ik zit hier met een... Oké, goedemorgen. Dat kun je nog wel gebruiken, dat stukje. Ja, take two. Moet ik opnieuw? Nee. Oké. Nou, wij zijn dus onderweg naar, we zijn eigenlijk al op Schiphol. En wij gaan vandaag naar? Mexico, wij gaan naar Mexico. Mexico! Mexico City. Tenminste, deze meneer gaat werken. En ik ga mee. Ik ga lekker als passagier lekker chillen. En ik word goed verzorgd door meneer Vermin. Toch, schat? Zo is dat. Maar net zoals de andere passagiers. Geen extra, hoe zeg je dat? Ik maak geen onderscheid, hè. Ik zorg net zo goed voor mijn passagiers als voor jou. Eén lijn. Oké, dus wij gaan niet samen. Abbas, dit soort dingen, schat, dat kun je toch niet zeggen, liefje? Waarom niet? Nee, schat, dat kan je toch niet zeggen? Dat snap ik, schat. Voor mij en de passagiers, ik ga heel relaxed mijn boekje lezen. Doe dat. Daar heb ik nu al heel veel zin in. Helemaal goed, 12 uur lang. 12 uur vliegen, is het. En we gaan voor Valentijn. Gaan we nog voor Valentijn? We gaan iets moois doen eigenlijk. Gaan iets moois doen wat al heel lang op onze bucketlist staat. Ja. Maar dat gaan we jullie meenemen, dus blijf kijken. Helemaal goed. Doei. Doei, doei. Ik wilde eigenlijk even iets heel leuks met jullie delen, want... Ja, weet je, ik zoals misschien jullie weten, misschien niet. Als je mijn Instagram volgt, weet je het wel. Maar ik ben heel erg van Love Attraction en Synchronicities en... Ja, weet je, wat je uitstraalt, trek je aan. Dus frequenties en dergelijke. En als je op een hoge frequentie zit, zoals in geluk en happiness en dankbaarheid, trek je veel meer mooie dingen aan. Goed, daarover misschien ooit een keer meer. Maar wat ik even wilde delen is dat ik dus hier op Schiphol kwam. En echt waar, als je gaat opletten op de kleine dingen om je heen, dus de kleine signs om je heen, dan zul je merken dat je leven gewoon veel makkelijker en veel meer in flow gaat. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Als je alleen maar denkt dat het leven je eigenlijk overkomt. En het leven je overkomt. En als er iets vervelends gebeurt, dat je helemaal in negativiteit gaat. Van ja, dat zie je wel. En ze moeten ook mij altijd hebben. En lalala. Terwijl als je het omdraait en je perceptie verandert. Als in het leven is er voor jou. Dan verandert je hele perceptie. En dat is zo mooi. En dat wil niet zeggen dat het allemaal liefde en love and light is. Hè, want uiteindelijk gebeurt er nog steeds dingen... Ja, vervelend zijn in het leven. Dat is nou eenmaal zo. Maar het veranderen van je perceptie helpt daar wel heel erg mee. Dus wat ik dus net ervaarde, ik liep hier op Schiphol en mijn tassen, ik heb twee tassen, deze tas en deze, die is best wel zwaar. Er zitten alle fotospullen in en camera-spullen van Ramfi. En ik liep daar mee te sjouwen en ik dacht echt, ik heb zo last van mijn schouder. Ik moet echt zo'n karretje hebben. En er was nergens zo'n plek waar al die karretjes gestald waren. En ik draai me zo om, ik ben aan het rondkijken. En op een gegeven moment staat daar een karretje gewoon uit het niets. Van iemand die net, echt daar net neergezet. Gewoon van zich af gegooid. Zo van, nou, ik heb geen zin om het op te ruimen. En die stond daar. Dus ik dacht echt, oh, thank you universe. Thank you. En dan, dit karretje was echt een zegen. Nou, daarna... liep dus verder en toen dacht ik, ik wil eigenlijk naar Joe de Juice Bar. Die zit hier op Schiphol en ik ben nu al best wel vaak op Schiphol geweest. En elke keer, ik ben er maar één keer geweest toen ik daar, volgens mij naar Engeland vloog of zo. Dus ik dacht, hij zit in het Schengengebied. Dus elke keer ben ik er naar op zoek en ik kan hem elke keer niet vinden. Dus nu dacht ik van... En die hier? Ja! Alsjeblieft. G2. Hier? Ja, dat is G2. Ja. Hier. Ze zijn nog niet open. Alsjeblieft. Ik speel ook even voor stewardess. Maar, wat wil ik nou zeggen?
Oh ja, dus de Joe Juice Bar. Nou, ik ben er elke keer naar op zoek als ik hier op Schiphol ben. En dacht ik, nou weet je wat, ik loop gewoon naar die gate toe waar ik nu naartoe moet. En we zien het wel. En ik liep er naartoe. En op een gegeven moment kom ik daar en ik zie gewoon Joe Juice Bar daar voor me. Ik denk, oh, hier moet ik echt naartoe. En ik zou eigenlijk geen koffie meer drinken. De komende 2 weken. Ik had gisteren ook geen koffie gedronken. Het was gisteren eigenlijk begonnen. En toen liep ik daar naartoe en toen dacht ik, als ik Joe Juice Bar tegenkom, dan neem ik wel een kopje koffie. Want de koffie daar is echt zo lekker. Lekkerste wat ik ooit heb geproefd eigenlijk. Dus nou ja, toen kwam ik ze daar. Dus toen moest ik wel een latte macchiato nemen. Dus nu heb ik net gedronken. Maar hij was het echt waard. En dat is nu dan ook weer klaar. Maar dat zijn dus de kleine dingen. Even terugkomen op synchronicity. Als je dat dus gaat zien. En je gaat die kleine dingetjes aan elkaar. Connecting the dots. Dan krijg je, kom je veel meer in een staat van dankbaarheid. En appreciation. En dan, ja, dan trek je het ook aan. Dus ik ben echt super dankbaar. Sowieso dat jullie allemaal kijken. Dat vind ik heel erg leuk. Maar ook dat ik dit jullie kan uitleggen. En kan vertellen en kan delen. En dat ik vandaag mee mag naar Mexico, dat vind ik ook heel fijn. En weet je wat het allerfijnste is? Dat de kinderen gewoon zo lief waren. En die het gewoon zo, ja, veel plezier, papa, mama. En we gaan jullie heel erg missen, maar heel veel plezier. En niet moeilijk doen, maar echt gewoon echt het ons gunden. En dat vond ik zo lief. Vanochtend bij school ze uitzwaaien, dik knuffel, maar niet huilen. Niet, helemaal niks, gewoon echt. Ja, wij gaan het ook heel gezellig hebben met Rocio. En ik ben heel dankbaar ook voor Rocio dat ze er voor ons is. Dus ja, dat... Het is gewoon heel mooi. Nou, we nemen jullie mee. Ik ga zo borden. En ja, tot in Mexico. Ik zit hier dus lekker heerlijk op een plekje. En ik heb net soep gekregen. Kijk. Dus ik ga even lekker genieten van mijn soepje. En ja, ik kan me hier wel van maken hoor. Ik zit hier gewoon. Want heel veel mensen vragen, ja, vind je dat dan niet... lang, hè, 12 uur, dan is het dan 12 uur. 12 uur vliegen voor maar heel kort daar te zijn, want we zijn er eigenlijk ja, 2 dagen. Maar ik vind het eigenlijk heerlijk, weet je, dan ja, moet je kijken hoe ik zit. Ik heb niks te klagen sowieso. En ik heb boeken mee, ik kan lekker schrijven, ik kan ja, gewoon echt even helemaal in mezelf zitten en dan gewoon mijn ding doen. Dat vind ik eigenlijk wel heel lekker. Plus dat ik natuurlijk ook, ja, ik zit hier natuurlijk ook echt wel. Heel luxe natuurlijk. Het is ja, super fijn dat het zo kan. Dus ik ben heel blij. Nou, ik ga even lekker eten. Smakelijk. We hebben nog, kijk, 4 uur en 4 uur en 3 kwartier te gaan. En ik lig lekker. Ik ben even gaan liggen. Ik heb het eten gelezen. Maar ik ga nu even proberen te slapen. En dan hoop ik dat ik, als ik wakker word, dat we er bijna zijn. Slaap lekker. Hallo, hallo. We zijn er. Kamer 2007. We gaan nu naar binnen. Mexico. Kijk hoe lekker. Ik heb gewoon 1 bed. Daar slaapt Rafi en daar slaap ik. Dus als we ruzie hebben, dan kunnen we gewoon zo. Chill. Chill, chill, chill. Echt een vet grote kamer, man. En... de badkamer laten zien. Even kijken of dat... Nee, het is lekker. Kijk, badje hier. Gelukkig een eigen wc, want die vent van mij die kan nogal stinken. Dus dat is fijn. Het eerste wat mijn vent doet... Niet eens uitkleden, douchen, nee. Hij moet zijn OCD... hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat, schat? Ja, zijn OCD, zijn OCD eren. Zijn habits eren, want kijk. Dit geeft mij rust, schat, dat weet je. Dus laat me gewoon... Maar leg even uit wat je doet dan. Wat zeg je? Leg even uit wat je doet dan. Nou, ik hou er gewoon niet van om uit mijn koffer te leven. Dus ik moet gewoon echt... Ik wil gewoon alles gewoon mooi op een stapeltje. Maar je gaat dat allemaal in de kast leggen ook zometeen? Wat zeg je? Dat ga je ook allemaal in de kast leggen toch zometeen? Kan, maar dit is prima. Ik laat oh, echt? Ik dacht, hier krijg ik dus OCD van. Ja, dan mag jij dat volgende doen dan. Hey, maar als jij dus ergens een stopje hebt waar je dus alleen maar slaapt, doe je dat dan ook? Wat denk je zelf? Nee, natuurlijk niet. Nee. We hebben nu 48 uur. Nou, dan vind ik het wel fijn om gewoon even alles even op bed te leggen. En dan mijn koffer gewoon echt uit het zicht te plaatsen. En dan is het gewoon echt even vakantie. Oké, okay, maar dan ga ik dit wel opruimen, want hier kan ik dus niet tegen. Nou, ga je gaan. Ja, nee. Dan dat doe je tenminste ook even wel. Kan toch niet? En dan denk ik, ja, normaal heeft hij echt OCD, maar nu laat hij dat daar liggen. Ja, dat gaat niet. Want weet je waarom? Als we ruzie hebben, dan kan ik dan niet op dat bed slapen.
Jongens, ik ga eventjes inruimen. Ik ga even de spulletjes inruimen. Goedemorgen. Zonder zorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Hoe laat is het? Het is op dit moment 5:10. Een uur geleden stonden wij op. Ja. Dit is dit. Ja, dit is echt once in a lifetime experience. Echt geweldig. Oh, daar staat er alleen. We zijn net in zo'n ballon geweest, als in echt letterlijk in een ballon. Je zien, ik heb gefilmd. En dan pas zie je hoe groot het is. Echt vet. Ik ga door. Als je ze boven de meneer moet door, want hij moet filmen. Maar als je ze boven de lucht ziet hangen, dan denk je, oh, dat valt wel mee. Maar sta je hier, jongen, immens. Gewoon echt zo groot. Echt niet normaal. Achter ons komt daar de zon op. Dan gaan we dus de lucht in en dan... ja, dit is toch zo vet. Ik heb echt kriebels in mijn buik, maar gewoon van hoe vet het is. Het is gewoon echt een bucketlist dingetje. Heel jammer dat de kinderen er niet bij zijn. Maar jongens, als jullie kijken, we gaan nog een keer met jullie. Beloofd. En dan gaan we ook naar de piramides en dan gaan we alles doen wat jullie willen. Dat beloven we maar, oké? Okay? Hello everybody, good morning. My name is Ernesto, nice to meet you and welcome. Before we go guys, the only one important instruction for today is the following. When we're about to land, I need you to take this position and you have hold from this part of the balloon or the black ropes you have here, okay? That's the only rule. Please do me a favor. Enjoy it, okay? Oh, okay, let's go. Geweldig, het is echt een once in a lifetime experience. Zeker, bucketlist experience. We vliegen nu over de piramides. Ik zal het laten zien. Dus daar vliegen we nu overheen. Hoe vet is dat? Echt niet normaal. Gewoon op de piramide gaan we landen. Is dat? Op de piramide landen. Ja, precies. En het is ook zo rustig. En ik zeg dat het rustig is, begint dat ding. Maar het is echt heel stil hier. Echt heel mooi. Ja, heel mooi. We zitten nu 700 meter boven. En dat is het hoogste dat ik kan gaan. Kijk, je ziet al die andere ballonnen laag. En we hebben hier met iemand met hoogtevrees. Dus ik vind het heel stoer dat zij hier aanwezig is. We gaan landen. Kijk die hondjes daar beneden. Oh, lekker chillen. Kijken. Ja. Lekker dit zonnetje. Ja, we gaan landen. Dat was echt vet. Dat is echt, echt superleuk. Schat? Ja, absoluut. Ja, dit is bijzonder mooi. Krijgen nog een rondje van de zaak. Bijzonder mooi dit. Het is echt heel mooi daar. Ja, hier zijn we bijna beneden. We zaten dus net op 700 meter en nu... Oh, hij gaat nog een stukje. Ja, nog een stukje verder. Ja, het is echt heel, heel tof. Als je hier in Mexico bent, Mexico stad. Zeker doen. En in deze vlog hieronder zullen we ook even de link zetten van dit bedrijf. En het valt wel mee. Het is €120 per persoon. Met transport en ontbijt. En ontbijt erbij, dus dat valt allemaal wel mee. Je moet door je knieën. We wanna have fun. The
trunks full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. Okay guys, did you like it or not? Yes! Yes. Perfect. Awesome. Second question, are you ready for this? Yay! Perfect. Was it Same the first thing. Time for everybody? Yes. 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 Perfect. Yeah, it was awesome. It's really great. Perfect. I'm going to tell you how the hot air balloon started. It was 1783 in France. There were two brothers. Their last name was Montgolfier. They built the first hot air balloon and they had a successful ride. Not really long. Probably 1 or 2 minutes and not really high, only some meters, but it was dangerous. Fortunately, thank you God, they survived, and because of that, we have this hot air balloon today. When they landed, the legend says that they took a bottle of wine like this and drink, because they got the dream of the mankind, that is to fly. Come on! Come on! Zitten dus nu op de trekker in het mandje. En zo worden we vervoerd terug naar de plek waar we begonnen zijn. Want ze kunnen natuurlijk niet echt op dezelfde plek weer landen. Dat is best lastig. Maar dit is echt gewoon super vet. We hebben net champagne gehad. En ja, dat maakt natuurlijk helemaal af. Dus het was de best trip ever. Is hier dus wat anders, hè? Dan de taxi. Kijk. Is weer eens wat anders. Pas op met je hoofd. Was op je hoofd. Bukken. Net op Bukken. Omhoog. Nou, dit is wel leuk dit. Hey, Noah en Elena, kijk. Hier, we hadden vorige week een filmpje gezien, toch? Over waar kleurstof vandaan komt. Weet je nog met die luizen? Het zit allemaal hierop. Het bloed van de luizen wordt gebruikt voor jullie roze koeken. Lekker! En voor de fristi, en voor de champoezen. Nou, ik zou het niet meer eten, mij niet bellen. Nou, dit was echt zo vet. En dan sluit je dus af, hier, met een ontbijtje. En een optreden van de mariachis. Mijn pasje doet een dansje. Woehoe! Ja, echt geen woorden voor, echt superleuk. Lekker ontbijten. Het is een leuk muziekje. Echt tof. Echt een hele leuke ervaring. Mega dankbaar dat we dit mogen doen. En super dankbaar voor deze meneer die de video heeft gemaakt waardoor we de show hebben. Un cumpleaños, un aniversario, hasta un divorcio. Vamos a festejar. Nou, we zijn inmiddels terug bij het ontbijt. Ja, dat ziet er echt prachtig uit, moet je kijken. WhatsApp of zo, dat kan ik vertellen. Maar goed, je kan niet in Mexico zijn en geen shotje nemen, dus dat gaan we nu even regelen. Ja. Naar jou. Ik hou wel even vast die camera. Ja, maar er was toch iets met zout en zo. Ja, je moet zout. Je moet even likken zo. Oké, hij weet allemaal niet hoe het werkt hoor. Zo heb ik haar leren kennen, hè? Gewoon ja. Hotelstol en... 8 kilo is makkelijk. Maar nu? Wil je even filmen? Ja, likken. Heb je een limoentje? Ja. Daar is nog eentje. Ja, dus heb ik wel al aangezeten. Wacht, ik haal even een limoentje voor je. Ja. Hij heeft toch al gewoon nog wat. Ja, dat is niet mijn ding dit, maar... Nee, je moet wel iets meer zout, schat. Iets meer zout? Ja. Limoentje. En dan? Kijk, een hotel. Echte hotel, hè? Die weten wat goed. Eerst het zout. Nee. Limoentje. Eerst het zout van je hand aflikken. Ja, en dan? Dan, nou ja, shotten of nippen. En dan... Nee, shotten. Je moet wel even voor de volle. Oké, zijn jullie er klaar voor? 1, 2. Kom aan. Wat moet ik dan doen? Ah nee, is niet mijn ding. Nee. Lekker toch? Mujeres divinas. Ja, gaan we eten? Ja, we gaan eten. Ja, mujeres divinas. Mooie vrouwen, dus ga maar. Hier is het zo. Bien. Goed, Polly. Dat is wel een aardige bonen.
sin carne. Hier is sin carne, chicas. Oh, sorry. Okay. Oh, sin. Kom. Solo un poquito de todos. Hoe voel je dat? On top of the world. Het is echt zo'n... ik heb geen woorden van zo'n mooie ervaring. Bar en ja, kijk, mooi uitzicht. Super mooi hier achter me, het is lekker te eten. Ik ga even hier doorheen. Even kijken. Zo naar de bar toe. Het is echt lekker warm, het is echt lekker weer. Nou, hier, kijk, hier worden de cocktails gemaakt. Kijk hoe leuk. Super leuk hier. En we hebben een lekker cocktailtje, een mocktailtje, want ik wil geen alcohol drinken, dus er zit geen alcohol in. Ook super mooi. En ik ga jullie de keuken even laten zien. Hoe leuk. De keuken is hier. Hola, hola. Ik weet niet hoe het deed, maar het is heerlijk. Feliz? Muy feliz. Mis je de kinderen niet? Oh ja. Oh ja. Natuurlijk mis ik ze maar, weet je. Even van elkaar genieten is ook goed, toch? Kijken of het klopt. Daarom. Jij maar eens een keertje op de film. Zeg jij maar eens een keertje op de film. Ja. Hij moet gewoon even praten. Waar zijn we dan? Ja. Huh? Vlog is niet mijn ding. Maar we zijn nu in de rooftop bar. Azotea volgens mij. Azotea. Ja, geweldige plek. Mooie omgeving. En het eten ziet er goed uit. Gaan we de cocktails? Alleen als jij gaat meegaan. Ik ga aan de cocktails. Nou, dan ga ik ook aan de cocktails. Cocktails. En we hebben good company. Terug uit de rooftopbar en het was echt super. Super lekker gegeten. Echt een mooie plek. Serieus schat, weet je wat we betaald hebben? Wat? Met z'n tweeën, €25. Ja, dat is echt helemaal niks. Voor eten en drinken. Oké, we hadden dan geen alcohol, maar we hadden wel een mocktail. Ja. En twee drankjes. Ja, €25. Op zo'n mooie bar. Ja, dat doe je in Maastricht. Ben je nog niet eens... Niet eens bij de McDonald's. We gaan naar een marktje toe. We gaan even naar een marktje toe. Die rooftopbar ziet er trouwens wel mooi uit. Oh ja, die doen wij volgende week. Volgende week? Ergens. Palacio de Bellas. De Bellas Artes. Dat is wel mooi. Ja, ik ben een beetje moe, maar dat komt door de hoogte, denk ik. De hoogte is een beetje... Ik ben nog onder de indruk van onze ballonvaart. Dat is echt vet. Dat is echt vet, schat. Ja, ik voel me ook niet heel veilig hier op straat, moet ik zeggen. Maar goed. Ik ben toch bij, hè? Ja. Ik probeer maar een beetje op te letten, een beetje te scannen. Want ik hoor zulke rare verhalen hier. Maar ja, komt wel goed, hè? Toch? Ja, zolang ze bij mij is, niks aan de hand. Nou, we zijn nu bij... Plaza de Artesano. En ja, precies. En nou, het is gewoon een marktje met een hoop typische dingen. We gaan eens even kijken. Backlapje op. Hoe moet dat dan hier? Ik doe het maar braaf, want anders krijg ik een kop van jou. Als we niet hoe heet het plein? Nou, ik weet het niet. Ik check even. Dit heet Plaza del Bandera. Zo, we staan nu hier op het hele grote plein. Het plein in Mexico, waar je natuurlijk geweest moet zijn. En ik weet even niet hoe het heet. Nee, dat is echt super stom. Zo, we staan nu op een heel mooi plein. Kijk, een heel grote vlag achter mij. Een hele mooie vlag.
van Mexico. En dit is Plaza Soca. Plaza Soca. De Holanda. Y usted? Aquí. België, dat zie je toch. Hij is bijna naar je. Ciao. Ja, wat kan ik je over zeggen, schat? We hebben hier 10 jaar geleden ook een foto gemaakt onder die vlag. Toch? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog heel goed. Wat heb jij gemaakt toen? Ik ga even vragen wat er aan de hand is hier. Zeg eens even wat er aan de hand is. Ik ga het even vragen. Wat is er aan de hand? Elke dag om 6 uur wordt de vlag omlaag gehaald. En dat is dan een hele happening. Oh, we zijn net op tijd. We zijn net op tijd, ja. Oh, niet te geloven. Hij mag de grond niet raken. Achter ons hebben jullie dus net gezien dat ze elke dag, 2 keer per dag, om 6 uur 's ochtends en om 6 uur 's avonds, die vlag naar beneden halen. Dus er komt het hele leger, wat is het leger? Komt hier naartoe, een hele happening. En dan gaan ze met z'n allen die vlag opvouwen, zoals je dat nu ziet. Wacht even, kijk of je het nog ziet. Je hebt net het hele happening gezien, het duurt ongeveer een half uur. En ze lopen nu marcherend met die vlag zo. Lopen ze weer naar presidentieel paleis. Paleis, maar het was wel een happening, hebben we weer meegepakt. Ja, absoluut. Morgen ochtend om 5:30 ook. Nou, mij niet bellen. Maar elke dag dus. Het is elke dag 2 keer per dag en dan ook nog eens een uur bezig zijn. Maar ik vind die vlag wel imposant. Het is een hele grote vlag. Ja, echt heel groot. We gaan nu terug. Een eltje knappen. Het is mooi geweest voor vandaag. Want we zijn moe. Want het is hier nu inmiddels. Zij is moe. Het is al 2 uur 's nachts. Nederlandse tijd. Oké, okay, neem jullie mee naar onze slaapkamer. Daar gebeuren allemaal vieze dingetjes.